Door mijn mond ademen vind ik dat ook heel vies. Had ik ineens, wat ik dus soms heb als ik een film kijk, dat ik moest huilen. Ik deed het natuurlijk niet, maar ik voelde ineens, ik dacht, wat is dit? En toen dacht ik daarna pas, oh. Knoflook, ik ook van knoflook. Dit vind ik echt een leuk petje, maar het is van de kinderafdeling. Hallo. Dat is niet zo handig, maar oké. Oh. Ja, hoe combineer je zo'n giretje nou leuk? Ik vind het op zich al wel leuk hoor, maar... Maar wel heel leuk, want we zien elkaar echt nooit. Nu gaat het natuurlijk helemaal fout. Mm-hmm. Ja. Met heel veel soorten smaken. Ja. Dat is lekker. Hij klopt ook. Een hele lange naam. Ja. Auw. Oh. Auw. Ik weet dat het hoort, ik moet niet stoppen, maar het voelt alsof mijn hele lichaam in de fik staat. Ananasmunt. Ik kan hem ophangen, dus ervan uitgaan dat dat hier kan, maar ik vind het wel heftig zo zwaar hoor. Come on. Ah. Nou, als je single bent en je zoekt een leuke vent, dan moet je hierheen gaan. Goedemorgen. Hi Poesie. Zo dit. Doei. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Er is zoiets ergs gebeurd. Ik deed nog een plantje in de plantenbak die ik heb opgehangen en hij valt naar beneden. En mijn dure tafel van zuiver van 400 euro of zo. Ik ben helemaal kapot. Oh, dit is zo erg. Oh mijn god. Oh, wat erg. Mijn vader komt over een paar minuten langs. Ik had alles helemaal zo leuk neergezet. Van kijk, mooi. Oh, wat erg dit. Dat is ook echt niet te lijmen. Oh, dit is gewoon heel erg. Er is niks anders over te zeggen. Ik deed deze erin. Ik denk leuk even... Het is te zwaar, het valt uit het plafond. Uitgevallen. Oh, dat is heel erg. Kraambezoek. Oh. Ja, kijk, de massage. Ja, ze wil gewoon dat je lekker bij haar gaat liggen en niet gaat schoonmaken zoals ik al een uur aan het doen ben. Dat vindt ze eng. Nou. Schattig? Zo schattig. Ja, je bent zo schattig, Poesie. Ga je lekker met Robin knuffelen en spelen? Nou. Je moet snel binnenkomen, want alles klapt. Okay. Nog meer visite. Ik denk de hele tijd, hopelijk is het haar. Ja? Nou, van mij net, hè? Zo, dat was een goede les. Mercedes. Lekker. Hallo. Ze is zo bang aan het doen. Nou. Schattig. Jeetje, wat schrik jij snel, Poesie. Doe even normaal. Hallo lieverd. Zo, lekker plekje zo, zeg. Kijk hoe mooi mijn groene tafel is. Hoe is dat gebeurd? Erg, hè? Hoe is dat gebeurd? Net gebeurd. Bak met me helemaal goed. Welke bak? Ik heb alleen dingetjes opgehangen uit de film. Alles erg, zeg? Ja, heel erg. Heb ik eigenlijk niet zin in, maar dat is wel duur. Ja, heel erg. Wat zijn die achter? Dat is wel lekker. Maar ik zou. Ga je vliegvangst uit? Nee. Ga je vliegvangst? Ja. 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 Ga je vliegvangst? Helemaal door, kijk. Dus ik heb nu altijd een beetje weggaan, maar je weet niet meer. Nou. Ik ga nooit meer een kratje kopen, want het is helemaal dag als één keer in de maand of één uurtje weet. Nee, speelt veel. Met dit ook perfect hoor. Ja, dat type matcht dus goed met de bal. Ja. En die bloemen zijn mooi, hè? Die heb ik bij de appie gekocht. Ja. Ik wil heel graag zijdeboek eten. Ik vind bloemen heel mooi in hem. Ik denk ook heb je vaak zijdebloemen. Hele gezellige kraamvisite voor mijn baby Poesie. En nu heb ik mijn sportkleren aan, die had ik al aan. Dan ga ik lekker naar de sportschool lopen, wat bijna naast mijn huis zit, wat heel, heel, heel heerlijk is. En ik ga mijn parasol even in mijn auto leggen, het vuilnis weggooien, lopen naar de sportschool, lekker trainen, weer hele lichaam. Dat heb ik 2 dagen geleden ook gedaan. Ik wist niet dat ik vandaag zou gaan, maar ik dacht, ja, eigenlijk kan ik vandaag wel gaan.
Dus dat ga ik doen. En ja, ik merk dat ik gewoon heel lekker bezig ben in mijn huis. Net ook weer een uur lang. Je ziet het niet, maar dan ben ik gewoon alleen maar bezig met dingetjes in mijn huisje. Niet grote dingen, dus kleine dingen die je niet ziet. Maar gewoon een beetje opruimen, schoonmaken vind ik helemaal heerlijk. Poesie is wel echt heel veel haar, heel veel kattengrit. Dus veel meer schoonmaakwerk. Maar ja, in ruil daarvoor wel een lief beestje. En ik ben dus vrij, want het is tweede Pinksterdag. Morgen en overmorgen moet ik werken. En haar komt straks ook nog. Van alle influencers die ik ken heb ik altijd... Ben ik de enige met echt lelijke sportkleding, maar dat boeit me echt geen reet. Het ziet er echt niet uit. Ik sport altijd in lelijke kleren. Ja, het boeit me echt niet. Let's go, go, go! Oh, ik dacht aangezien ik nu toch wat vuilnis ga verschonen, kan ik misschien ook eventjes die kattenbak al verschonen, zeg maar het zakje. Al hoeft het nog niet. Maar die lucht die eruit komt is echt niet te hard, hè? Zo vaak verschoon ik me ook weer niet mijn vuilnis, hè? Even kijken hoor. Dit wordt echt heel vies. Oké. Ik kan hier niet tegen. Oh nee, hoe zit het helemaal? Via binnen? Oh, het zit op een hele speciale manier. Oh. Ik wil het niet ruiken, ik wil het niet ruiken. Door mijn bot ademen vind ik dat ook heel vies. Maar... Oh, het is nog niet heel veel. Kijk. Dit is het. En volgens mij als ik nu ga ademen... ruik ik het. Ergens in mijn brein wil ik nu inademen omdat ik nieuwsgierig ben hoe het ruikt. Maar ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. We gaan het niet ruiken. Blijf door je mond. We leggen ook weer die zakjes. Zit hier wel kattengrit. Oké. Ik adem weer normaal, het valt mee. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet, dus nu moet ik het opzoeken. Want hoe had ik toch beter moeten checken hoe die zat. Was dat? Want hoe zorg je ervoor dat de poep echt goed erin valt? Ze viel wel echt mee hoeveel erin zat, voor hoe vaak ze erin is geweest. Dus ze heeft echt gewoon zitten spelen in die bak. Heel gemakkelijk, naar het lijkt. Pak je de zak, want ik had het heel fijn vind. Trek hem zo de lucht in. Oh ja. Spuiten komen zo. Oh. Ik trek hem aan de onderkant strak. En hierboven. Ja, oké, je moet alleen de bovenkant vastzetten. Ga je zo? Omheen. Oh ja. Oké, dit is wel logisch. En dan gewoon zorgen dat je hem even goed vastzet. Zo denk ik. Oh ja. Oh, hij zat er helemaal niet goed omheen. Daarom is het glitter uitgevallen. Ja. Nu zit hij goed. Hij zat helemaal niet goed. En dan vaker omheen doen, zodat hij echt strak trekt. Ah, ja. Oh, dit gaat goed. Dit is wel logisch. Dus ik doe hem er vaak omheen. Zodat hij echt strak omheen zit en het er niet uit kan vallen. Oh, heel handig. Nog een keer van dat. Lijkt alsof ik een samenwerking heb, maar helaas heb ik dat niet. Ik denk wel serieus dat door mij nu echt mensen dit gaan kopen, want het verandert gewoon je leven. Ik heb al heel veel Insta-berichtjes gehad erover. Oké, hij zit helemaal strak nu. Dat ik gewoon nog maar wel los krijg. Maar hij zit nu super strak. Nu gaat er ook geen grip meer naast vallen. Nou, dit moet goed zijn, ik hoef het niet te checken. Oké. Vuilnis weggooien, in de auto leggen en sporten. Oef, het is warm in mijn huis. Ik heb echt lekker getraind. Ik kwam mijn sportschool in en dacht ik, oh my god. Ik had echt verwacht dat niemand ging sporten met Pinksteren. Nog nooit zoveel mensen in een sportschool gezien, denk ik. Trouwens, één nadeel van gordijnen is wel... Kijk, het beste was geweest als ik ook nog... Luxe Flex of zoiets had gehad. Want als het dus warm is... Ik snap wel mijn buurvrouw van de jaloezieën. Achteraf zou ik daar toch voor kiezen in zo'n huis. Omdat voor de hitte wil je het gewoon lekker dicht doen... zonder dat het helemaal dicht is met gordijnen. Maar ja, om dat nou ook nog te gaan laten doen... Vind ik wel een beetje duur. En het wordt zo heet als de zon erop staat. Dus je moet dan die gordijnen dicht doen. Maar het is ook, ja, het is zo
Het is gewoon niet gezellig. Als je dan binnenkomt, alles is helemaal dicht. En voor Poesie is het ook niet leuk. Zij verliest wel extreem veel haar. Nee, ga weg, dier. Ik wil mijn raam open doen. Weg. Ga weg. Ik heb zo goed getraind, juist doordat het zo druk was, zat niemand op zijn telefoon. Niemand hield apparaten lang bezet. Iedereen ging lekker door. En ik heb echt als een gek geknald. Ik ben helemaal bezweet dat ik echt ook nu weer ga douchen. Maar ik heb echt zo goed getraind. En Hadi is er over een uur en een kwartier. Ik heb dus gesport op een matcha en een banaantje. En ik ga nu even twee eitjes koken. Geen zin in een eiwitshake. En nog wat groenten erbij eten, wat fruit. En dan ga ik straks met haar eventjes nog... Gaan we nog even naar een woonwinkeltje of zo. Even kijken voor ons allebei ons huis. En daarna lekker thuis chillen. Dus ik ga nu douchen. Want ik ben echt bezweet. Ik heb zo goed getraind. Dit is mijn lunch. Lig je eindelijk lekker op de bank te chillen, hè? Goed zo, baby. Het begint ineens te regenen, maar... Jij wordt niet nat, hè? Huh? En we worden zo wel natter, Poesie. Oh, dan moet de kussens naar binnen doen. Waarom komt de regen niet bij ons? Was het maar een klein wolkje? Dat is wel leuk om te zien, hè? Dat er regen kwam. Toch? Knappie. Ga je deze bank ook wel lekker harig maken, Poesie? Dank je. Dank je wel, Poesie. Wij worden niet nat, dat is fijn. Het was maar een klein buitje of zo. Nou, voor de zekerheid. Het is wel nat. Denk ik dat ik toch de kussens naar binnen moet halen. Daar moet ik voortaan wel een beetje goed op letten dat ik dat doe. Ja, dat is wel wat meer privacy zo. Oh my god, er valt zoveel vanaf. Het is precies voor één kant, maar zal ik het hier ook nog doen? Nee toch? Ik ben helemaal niks meer zien. Dan kan ik het alleen maar hier doen. Dus dat lelijk. Anders kan ik er nu nog een kopen als ik naar de karwei ga. Zo, dit is wel echt veel meer privacy. Oh nee. Trouwens, ik dacht we kunnen die mensen boven niet meer kijken, maar die kunnen nog steeds kijken. Maar. Het is wel precies deze maat. Op zich kan ik die oude gewoon wel laten zitten. Dit alleen maar even vast te maken. Dat is een mooi plekje wat je hebt gekozen. We gingen niet daarheen, want de boodschappen werden bezorgd, dus dat duurde te lang. Maar we zijn heel snel naar de TK Maxx geweest. Niks gekocht daar. En bij de Action heb ik even snel deze gekocht. Maar ik moet even iets bedenken dat hij niet gaat vallen. Bij de Karwei nog een set die ik al had met die lampjes. En bij de Action deze. Die is heel licht. Ook solar. En nog een kaarsje met citronella bij de Action. En deze voor in deze. En dit bij de Karwei om een rieten heg vast te maken. Oh, het gaat klappen. Poesie en haar. Ik heb lekker vleestomaten besteld. Dit heb ik voor vaderdag vast besteld. Dat was nu een aanbieding. Dat vindt mijn vader heel lekker. Een aubergine. Noten. Die vind ik heel lekker. Alles ruiken wat nieuw is. Zo. Daar staat het. Toch weer een beest. Het is wel leuk, want ik hou dus heel erg van kaas, maar altijd alleen als jij komt, mag ik kaasjes eten. Nu gaan we dat zo doen. Pas precies. Dus daarvoor moet ze chill zijn. Oké, ik heb nog meer boodschappen. Ik heb lekker selderij, wortels, frambozen. Om nog een keer die zoete aardappeldinges te maken. Blauwe bessen, komkommer.
Dit is voor het avondeten. Dit zijn sperziebonen, mango, paprika, amandelmelk, tomaatsaus, meloen, sla, zoete aardappel, tomaat. Dat was het al. Dat is handig. Lekker, met tomaatsoep die ik heb ingevroren. Lekker rozeetje, broodje. Dit is lekker vleestomaat met parmezaan, knoflookolie. Wat guacamole gemaakt van avocados die eigenlijk op moesten. Heerlijk. Het is al super laat, want we hebben helemaal lekker buiten gezeten. Het was zo lekker buiten. Oh ja. Doei schat. Hallo jongens. Ik wilde naar mijn werk lopen, maar ik was net... Ik moest net iets te veel doen dat ik dacht, ik ga toch maar fietsen. Dan ben ik wat meer op tijd op school, maar het had gekund. Ha heeft bij mij geslapen, die ging om 7 uur met de auto weg. Lekker 6:30 opstaan, nou prima. Weet je, ik moet ook 6:30 op. Ik lekker douchen, alles met Poesie ook. Lekker 's ochtends alle ramen open, zo lekker. Kom ik binnen, zit Poesie lekker uit het raam te kijken. Vind ik zo schattig. Ik heb de gordijnen nu wel 30% aan beide kanten. Want het gewoon echt 25 graden wordt vandaag. Dus dat is wel echt heel heet. Welke datum is het ook weer vandaag? Dinsdag. Lekker dat het al dinsdag is. Morgen werk ik ook. Mijn moeder heeft dus een paar babo-dagen. Waarvoor ik voor haar werk. Dus dan werk ik wel gewoon 2 dagen, maar het is maar 30%. En vanmiddag hebben we zeg maar het praatje over wat er mis was met de inspectie. Ik denk dat ik dat niet per se ga delen in mijn vlog. Want nee, dat gaat niet echt iedereen wat aan. Maar ik zit even te kijken wat ik wil. Want ik wil dus echt heel graag gewoon echt lekker veel groente eten. En gewoon... Ja, lekker in mijn vel, lekker in mijn lijf zitten, lekker met qua darmen en alles. Dus ik heb een matcha, een eiwitshake, maar ik had heel veel honger vanochtend. Weet niet waarom, maar dan luister ik ook wel echt naar mijn lichaam als ik dan honger heb. Dus ik heb 2 eitjes gekookt en meteen opgegeten. En ik had een bakje met noten gevuld voor hier op mijn werk. Met allemaal hele lekkere noten. Dan dacht ik, als ik nou echt nog trek heb in de middag, zo neem ik een handje nootjes. Maar niet meer, want dat is echt niet goed voor je. En dan heb ik gewoon heel veel groenten mee. Selderij, banaan. Die lelie heb ik trouwens mee naar school genomen. Die staat hier in de klas, want dat is giftig voor poesie. Wortels. En die eiwitshake vult ook heel goed. En dan heb ik hier nog een hele bak met blauwe bessen, aardbeien, frambozen, komkommertjes en puntpaprika. Dan ga ik gewoon echt lekker veel groente eten. En ja, samen met nog een banaan, een eiwitshake en nootjes vult dat echt genoeg. En dan heb ik even lekker geen brood. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat. Want voor de klas heb ik uiteindelijk altijd wel veel trek op zich. Ja, ik voel me lekker vandaag. Ik voel me goed. Het is 8:03. Dus ik ga lekker naar boven. Want alles is klaar. Oh, ik zit helemaal rustig op te starten. Heb ik de stoelen nog niet van tafel gehad. Typisch. Dit jurkje vind ik echt heerlijk voor op mijn werk. Want hij is gewoon lekker losjes. Je kan er een riem omheen doen, maar het hoeft niet, vind ik. En zelfs Ha zei dat hij het geen zak vond. Hij vindt altijd zonder riempje vindt hij een zak. En de lengte is perfect voor de klas. Maar het is niet een oma jurk. Het is wel jeugdig. Vind ik. Dus hij is heel blij mee. En dan heeft hij ook nog korte mouwtjes. Luchtig bij de oksel. Overal lekker luchtig. Niet te dikke spijkerstof. Niet te heet. Echt perfect. Mooie kleur. Heel blij mee. Sowieso blousejurkjes zijn echt mijn fave, maar ik vind het best wel lastig om te vinden. Hij tekent ook nergens of zo. Ja, sommigen zouden zeggen het is te wijd, maar ik vind het heel mooi. Ik denk dat sommigen van jullie hem juist helemaal niet mooi vinden. En een zak, maar ik niet. Dit is dus voor de klas is dit echt perfect. En dan vind ik het ondertussen ook niet oudbollig, want ik weet nog op mijn vorige school, jaren geleden, ging ik dan echt van die langere jurken kopen, maar die droeg ik dan nooit buiten school, omdat ik het dan te oudbollig vond. Dus deze... Vind ik top. En tuurlijk kan er ook een riempje bij, maar voor mij hoeft dat niet. Oké, ik ga naar boven. Oké, de dag zit erop. Ik had trouwens dus niet zo lang geslapen, had ik dat verteld. Ja, ik kan dus niet samen slapen en haast sliep bij mij. Dus super slecht geslapen, maar ik ben niet zo moe. Het voelt eigenlijk alsof er nog een heel dagdeel aan gaat komen. Het ging super snel deze dag. Ik ga even mijn bord schrijven, want over 10 minuten gaan we de uitslag van de inspectie bespreken. Wow, jongens, ik kom thuis. Net op tijd. Kijk dit. Oh. Poesie, we hebben een wesp in ons huis. Of een bij, maar ik denk een wesp. Ah! Oh, ik heb hem al. Zo, en dan zet ik het glas buiten.
Goedemorgen. Nederland is... Oh, mijn batterij is bijna leeg. Zo'n raar land. Ik heb gewoon weer een trui en een lange broek aan. Ik heb dan wel slippers erbij, maar ik dacht, ja... Misschien wordt het nog warm, maar... Het waait niet normaal. Zo raar land. Ik moet even wakker worden. Ik was gisteravond echt niet moe, maar... Ik ging een beetje laat naar bed. En ik wou dus heel leuk vanavond naar zo'n sportlesje gaan met een collega. Kan groetje, maar zij kan niet, omdat ze moet werken. Dus dacht ik, ja, ik kan ook eigenlijk helemaal niet. Want ik zou eerst bij mijn ouders eten. Dat had ik afgezegd omdat ik wilde sporten. Maar ik moet de hele dag, als ik thuis ben, mijn vlog gaan editen voor morgen. Ik was het totaal vergeten. Maar morgen is er dus een Zumba-lesje. Dus ik dacht, misschien ga ik dat dan doen. Want dat vind ik ook heel leuk. Nou, dit bord gaan we leeghalen, want we krijgen een nieuw thema. Goedemorgen jongens. Ik zag dus op Insta dat dit vet goed is. Voor kattenharen op je meubels en zo. En ik heb deze dus al een tijdje geleden gekocht. Sweeps your blinds. Oh, alles wat stof opvangt. Het heet Damp Duster. Dus ik wist eigenlijk niet dat het voor stof was. Ik zag alleen dat ik dit moest kopen. Dus ik had het een keer gekocht. Maar ik wist helemaal niet waar het voor was. Laten we het even gaan testen. Oh, het is vochtig. Hè? Huh? Pre-moistened and ready to use. Re-moistened for next use. Oh, het stinkt heel erg, maar oké. Kijk, hier zitten allemaal haren. Oh ja. Oh. Oh. Natuurlijk de ribbelkant. Kijk nou, dit is goed. Het is echt wel een ellende hoor. Mijn huis was echt heel schoon totdat Poesie hier kwam wonen. Oh, dit is heel goed. Morgen komt dus voor het eerst huishoudelijke hulp. Ik kan het in principe prima zelf, maar één keer in de twee weken, twee uurtjes vind ik wel lekker. Maar dit is echt fantastisch, ook voor haar. Wow, ja, ik weet niet meer waar ik dit heb gekocht. Misschien bij de Action of zo, maar dit is inderdaad heel goed. Ik vraag me af als hij nog vochtiger zou zijn. Want ja, dit is natuurlijk al door het bedrijf gemoistend. Ja, dit werkt wel goed. Het is niet dat hij echt helemaal perfect tot het einde van de bank gaat. Dat je daar een heel mooi hoopje hebt. Je moet er nog wel echt even wat voor doen, maar kijk. Hier zit ook heel erg. Ik had het hier al een beetje weggehaald. Het is echt ellende met Poesie. En de robot vindt het ook nog wel lastig hoor, om alle pluisjes op de grond goed op te zuigen. Want ja, het waait gewoon best wel, die pluisjes. Dus door de wind waait het soms ook nog wel alle kanten op. Ja, ik denk wel dat ik een pluizenroller effectiever vind. Maar ja, dat kost natuurlijk steeds weer geld. Of zo'n rubber. Misschien vind ik die rubber pluizenrollers toch beter. Die je af kunt wassen. Want ik vind het wel goed. Maar het duurt me toch een beetje te lang. Nu denk ik al. Het duurt me toch te lang. Maar het werkt wel. Het is wel goed. Ik heb nog eventjes helemaal nat gemaakt. Een poesie die lag hier op mijn bed. Oh, ligt hier. Poesie. Wat een zooi. Jij ligt hier op mijn bed, poesie. Jeetje, wat lig jij lekker. Ik ben wel benieuwd of hierna ook nog wat winst te behalen valt. Mormel. Ja, ik kan het gewoon niet aan om haar niet op mijn bed te laten. Want er zijn hier natuurlijk zo weinig plekjes waar ze zich kan terugtrekken. Dus als ik dan vooral de gordijnen nog dicht heb, ja. Sinds het heerlijk. Nou, kijk. Het werkt wel goed. Blijf maar lekker liggen hoor, vetzak. Ik zal mijn bed nog niet opmaken voor jou. Nou, ik wil eigenlijk mijn bed even wassen vandaag. Kijk, dit is van Poesie. Dat zijn de haartjes van Poesie. Werkt het ook op jou? Oh, oké. Okay. Mijn nagels zitten er inmiddels zo lang op dat ik ze er maar eventjes af ga halen. Het is zaterdag al 3 weken. Ik ben al lekker aan het pulken hier. Ik ga even dat riet terugbrengen, want het is te lelijk. Wat grappig doen bij de Maxi's en ik had zoveel zin in sushi. Ik dacht ik ga sushi bestellen. Ik dacht oké, dit is echt heel duur voor 3 sushi's. Het is al op. 6 euro, maar beter dit. Ja, dat ik voor 30 euro sushi ga bestellen. Dus ik zit heerlijk in het zonnetje en ik heb lekker dit gegeten. Oh, chill. Ik ben op mijn camera en ik laat hem heel zachtjes ook boeien stuiteren. En dit is gebroken, omdat je... Ik wou zeggen, ik ben vandaag echt een hele slechte vlogger. Maar ja, komt wel weer goed, want ik heb steeds meer dan een uur materiaal. Maar ik was eventjes naar de karwei om dit te halen. Als het goed is, blijft dan wel alles hangen in mijn plafond van mijn balkon. En toen dacht ik, oké... Gisteren was ik dus niet naar die Kangoo Jump gegaan, omdat mijn collega met wie die vroeg of ik mee wilde, die kon niet, want die moest werken.
En ik zat de hele avond aan mijn vlog, dus ik dacht, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik morgen waarschijnlijk ook niet naar Zumba, want ik moet echt de motivatie vinden. En toen dacht ik net, ja, ik ga wel naar Zumba. Dus, het is nu 8:00. Weet je, ik vind dat echt vet laat. Dus dacht ik, ja, hallo, je bent een soort vrij eigenlijk. Je hebt geen vaste verplichting. Je hoeft morgen ook niet naar je werk. Ga gewoon. Dus ik ga naar Zumba. Maar ik vind het heel spannend, omdat ik gewoon bang ben. Ik ben gewoon zwaarder dan vroeger. Minder fit waarschijnlijk. Wel sterk, maar niet conditie. Dus ik ben zo bang dat het tussen allemaal oude mensen zit en dat ik echt de slechtste ben. Maar ik ga wel. Want Zumba is iets wat ik juist altijd kan. Maar het is gewoon maar eventjes wennen. En als het vandaag slecht gaat, ik weet zeker dat ik super blij terugkom. En ik ga ook lopen. Dus jullie zien me straks. Wow, het is al 9:55. Ik ben net pas thuis. Dat is echt waanzinnig. Waarom ben ik wazig? Het was echt top. Maar ik ging daarna echt nog buiten 20 minuten kletsen met een moeder en een dochter. Want zij zit in 5 VWO en zij wilde Pabel en zo doen. Dus daar hebben we het over gehad. En dat was heel erg leuk. En dat ik zei dat ik voor het eerst in 10 jaar of zo weer naar Zumba ben geweest. En hoe leuk ik het vond. Het is zo erg. Maar bij het tweede dansje of zo had ik ineens, wat ik dus soms heb als ik een film kijk, dat ik moest huilen. Ik deed het natuurlijk niet. Maar ik voelde ineens, ik dacht, wat is dit? En toen dacht ik daarna pas, oh, ik moet een soort van huilen. Maar ik ben dus een heel emotioneel mens. En ik weet dan waarom ik dat gevoel kreeg. Omdat ik dus, ik heb dat ook als ik, als ik kijk naar musical liedjes of dat soort dingen, dan heb ik dat ook. Omdat dat doet me denken aan vroeger, waar ik zo blij van word. Dat heb ik dus ook blijkbaar als ik weer naar een Zumba les ga. Ik had gewoon kunnen huilen. En daarna bij het volgende liedje had ik het weer en toen stopte het. Omdat ik dus zo blij ben, denk ik, dat ik dan weer ben gegaan. Want ik genoot altijd intens van Zumba. Mijn lichaam werd er echt mooi van. Ik had altijd heel veel plezier. Alleen mijn favoriete docent stopte toen. En daarna vond ik het niet meer leuk. Maar zij was echt heel leuk. Argentijns, net Maxima. Ook echt dezelfde passie als de actrice uit de serie. Moeilijke dansjes. Ik was echt trots op hoe ik het deed. Want ja, het zit gewoon in het systeem. Dan denk ik, mijn geheugen is zo slecht. Maar danspasjes onthoud je altijd. Sommige pasjes had ik ook echt nog nooit gezien. Maar ik was ook echt trots op hoe snel ik het oppikte en zo. En ja, ik was helemaal happy. En ik gaf al mijn energie. En na 3 dansjes keek ik naar de klok. Dacht ik, oh mijn god, moet ik nog zo lang? Ik was helemaal dood. Dus toen was het steeds een beetje slomer dansen. Ik voel wel een beetje mijn keel nog. En lekker lopend te gaan. Nu is het bijna donker. Het was echt heel leuk. Dus ik ga gewoon elke donderdag. Het is ook een maandag, maar ik weet dat ik dan dood ben en gewoon niet wil. Maar ja, misschien ga ik volgend jaar trouwens wel op dinsdag, woensdag, donderdag of zo werken. Dan kan ik wel maandag. Maar ik ga elke donderdag. Want ik heb nooit iets op donderdag letterlijk. Dus ik denk dat ik gewoon elke week kan. En er is een mug binnen of buiten. Oh, buiten. Ik werd buiten wel een beetje omcirkeld door muggen toen ik naar huis liep. Want het is al bijna donker. Nu ga ik lekker instorten op de bank. Helemaal tevreden. En ik wil eigenlijk ook wel een keer mijn Apple Watch erom. Ook met dit. Want je zet natuurlijk naast dat je beweegt, zet je ook zoveel stappen natuurlijk. Dus dat is ook top. Ik voelde echt, oh, dat is mijn lichaam gewoon niet meer gewend. Dus this is your sign to go to a group lesson. Good morning. Ik ben dus best wel, ik heb dus super veel rugpijn gekregen. Wat ik eigenlijk niet zo heel erg meer had. Los van de standaard rugpijn die ik altijd heb. Komt toch door Zumba. Ja, ik zet dus hele verkeerde stappen. Dus ik moet echt even goed gaan kijken ook voor goede schoenen. Mijn hulp komt dus zo voor het eerst. Dus ik ben even mijn huis een beetje aan het opruimen. Hoe erg het ook bijhoudt, het wordt toch snel weer een zooitje. Dan ga ik even douchen en aankleden. Dan ga ik weg als zij komt. Schoonmaakspullen klaarzetten. Ik ben benieuwd. 3 keer raden waar ik ben. Ik dacht, ga ik eens een keertje bij deze afdeling kijken. Hey, Tip. Kijk. Ik kan hier echt uren naar kijken allemaal. Jongens, dit is voor het eerst in mijn leven dat ik een knoflookknuffel zie. En ik win hem. Knoflook, kijk, elf van knoflook. Nee, maar dat ga ik toch niet kopen. Maar ik hou van hem. Ik wil hem hebben. Knoflook. Wat is dit? Een pretzel. Ik wil deze. Ik hou van knoflook. Zo schattig. Zulke deze stralen setjes. Prachtig, maar 10 euro vind ik wel duur. Helemaal lekker overal te kijken hoor. Ze hebben echt leuke kinderdingen. Wat is dit nou weer?
Bubble bath. En hier kan je Peppa Pig schilderen. Wat is dit? Dus ik wil nog iets voor mijn tante voor zaterdag. Die is dus verstandelijk beperkt. Dus ik zit op de kinderafdeling te kijken. Oh mijn god. €20, dat valt nog best mee, vind ik. Ik heb weer een volle kar, maar ik weet niet of ik alles ga kopen hoor. Oh. Taking care of me. Pusheen. Peppa. Dit vind ik echt een leuk petje, maar het is van de kinderafdeling. Dus ik weet niet of het dan handig is om hem te kopen. Moet hij misschien dan... Ik heb wel echt een pet nodig. Anders dan volgens mij toch leuker. Ja jongens, ik kon natuurlijk geen weekje overslaan met de shopblog. Dat kan ik jullie niet aandoen. Ik moet gewoon shoppen, want ja, anders heb ik ook geen leuke content voor jullie. Het is wel waar. Het is een goed excuus. Ik heb weer net zoveel uitgegeven als altijd bij TK Maxx. En ik wilde het kattengrind bij de Aldi halen, omdat mensen zeiden dat dat heel goed is, maar het was er niet. Dat is eigenlijk waarom ik naar Almere ging. Ik dacht, dan heb ik en een TK Maxx en een Aldi. Maar ik had ook naar Amsterdam kunnen gaan, maar dan moest ik rijden naar de Aldi, maar dat was ook dichtbij geweest. En ik denk dat ze het daar wel hadden. Maar ik heb nog wel kattengrind voor één portie, zeg maar. Maar ik ben heel zo benieuwd naar die van de Aldi, omdat die me werd geadviseerd. En bij de Aldi hadden ze nu een actie dat je bij €10 een zegel krijgt. En bij 10 zegels krijg je €10 korting. Vet chill. Dus ik zat op €38. Dus dan heb ik random bij de kassa er eierwafels bij gekocht. Omdat ik €40 wilde. Ja, dat is toch weer sticker. En ik geef je echt heel vaak €150 uit bij de Aldi. Nou, nu niet. Best chill. Heb je €100 gewoon €10 korting. I like. Ja. En ik zag deze super mooie rosé bij de Aldi. Kijk hoe mooie lichte kleur. Het was €6. Meestal zijn de Aldi wijnen €4 ongeveer. Hallo! En ik heb lekker gyoza gekocht. Dit zit dus wel sojasaus in. Maar ik wil gewoon even testen hoe erg dat is. Want misschien is het helemaal niet veel. En deze die vind ik altijd heel lekker. Maar blijkbaar zit hier dus ook een beetje soja in. Een abrikozen. Ijsblokjes. Favoriete broodje zalm gehaald. Bij de Shell. En dit bij de toko. Voor bij de dumplings. Deze week ben ik niet zo'n goede vlogger tot nu toe. De week duurt niet meer zo lang. Maar ik ga nu laten zien wat ik heb gespendeerd. Ik ben niet super tevreden met de huishoudelijke hulpen. Het zijn er dus twee en ze komen dan een uur. En dat telt dan als twee, omdat ze met z'n tweeën zijn. Twee uur. En ze vroegen of ze langer mochten, omdat ze het niet redden. Maar dan ben ik dus €50 kwijt. En heel eerlijk, ik zie echt wel dingen. Maar ik vind dat ik het makkelijk zelf kan wat ik zie. Het is zo'n klein huis dat ik het beter had verwacht. Ik zie echt, bijvoorbeeld de wasbak van de keuken is gewoon helemaal nog onder de kalk. Dat is gewoon niet gedaan. En dat soort dingetjes. Maar goed, ik heb dus dingen gekocht bij de TK Maxx. Even kijken. Dit heb ik eigenlijk gewoon heel stiekem wil ik dit voor mezelf hebben. Maar ik heb natuurlijk geen kind. Maar ik zag het. Ik dacht, ik moet dit hebben. Ik geef het aan iemand, maar ik wil het eigenlijk zelf houden voor later. Als het me gegund is. Ik vond dit zo ontzettend schattig bij de TK Maxx dat ik het dus moest kopen. Dan voor mijn vader, die kijkt niet denk ik, heb ik een heel mooi kookboek gekocht. Als je wel kijkt moet je even stoppen met kijken, pap. Voor Vaderdag, ik zag dus het kookboek, het is wel in het Engels, maar ik vond het echt zo'n mooi boek met zoveel lekkere gerechten erin. Dat ik dacht, dat vind ik gewoon heel leuk voor Vaderdag. Ik heb dus dit petje van de kinderafdeling. Die is heel leuk. En ik zoek al best wel lang weer lekkere oogmaskers. Die zijn best wel lastig te krijgen. Dus ik heb er meteen 3 gekocht. Oh ja, ik heb nog iets. Ja, sorry. Als ik ooit een kind krijg, het hoeft niet eens een meisje te zijn. Het is een beetje roze, maar ten eerste boeit het niet. En ten tweede is het niet super roze. Ik vind het zo leuk. En ik haat al die felgekleurde spullen voor baby's en kinderen. En dit is echt prachtig. Volgens mij is het een Nederlands merk. Ik weet het eigenlijk niet.
Maar ik vond het zo leuk dat ik het moest kopen. Ik heb dus 3 oogmaskers. Want dit zijn dus van die oogmaskers die wel lekker zitten. Die van achter ook gewoon lekker zacht zijn. Van een heel leuk merkje dat ik niet ken. En deze. Ja, ik kocht ze dus alle 3. Of voor mezelf of om een keer cadeau te doen. Maar het is best moeilijk om lekkere oogmaskers te vinden, vind ik. Waarschijnlijk gaan jullie nu zeggen dat je het gewoon op Ali kan kopen ofzo. Maar ik koop eigenlijk nooit wat op Ali. Hele leuke oorbellen. Helemaal mij. Oorringen. Spiraalvorm. Matcha, want ik ben bijna door mijn matcha heen. En als ik het plaatje moet geloven, is dit goede matcha. Er staat niet ceremonial of zo op, maar ik denk dus dat hij goed is. En hij is dan 9 euro voor 50 gram. En de matcha die ik normaal kocht was duurder. Dus ik heb er voor de zekerheid 2. En als hij niet lekker is, ja, dan moet ik misschien ook maar gaan wennen aan iets minder luxe matcha. Dit vond ik ook geweldig. Dit is Crispy Green Granola. Maar het is dus met allemaal dingen. Met zonnebloempitten, kokossiroop is dan het zoetmiddel. Kokoschips, boekweit, pompoenpitten, sesamzaad, gerstengras, hennep, zoete paprika, spirulina en zeezout. Vond ik te leuk om te proberen. Ik heb echt heel rustig er doorheen gelopen. Ik zag deze haakjes bij de kassa in het goud van die plakhaakjes. Dat vond ik heel handig, want ik zie altijd alleen maar lelijke zilveren. En ik vond dit een superleuk merk. Ik ken het niet, maar ze hadden allemaal haarspullen. En ik had eerst meer in mijn mandje gedaan, toen dacht ik nee, ik neem alleen deze. Dit is een scalp serum en het gaat eigenlijk heel goed met mijn scalp. Eigenlijk is hij heel rustig sinds ik die L'Oreal Enforcer shampoo gebruikte die mijn kapper had geadviseerd. Maar ik vond het alsnog wel leuk. En dan zag ik nog een heel leuk merk wat ik niet kon weerstaan uit Polen of zo. En ik wil alleen maar het liefst van die 100% natuurlijke producten. Dit is 99% natuurlijk. Maar dit is dus Lips Like New. Oily lip of zo. Shimmer lip, wat staat er? Wet lip. En dit is dan zo'n Everything Balm. Ja, ik moest dit gewoon kopen. En dit is gewoon van de DM in Duitsland. Maar goed, het was 2 euro, dus ik dacht chill, want ik verlies al mijn lippenbalsems. En ik wil echt gewoon... Ik doe alleen maar natuurlijke lippenbalsem het liefst op mijn lippen als ik lippenbalsem smeer. Want dat is gewoon veel beter voor je, want je eet het op. En dat is heel slecht. Ik heb ook tandpasta gekocht. Ik kijk daar normaal nooit. Maar dit is dus kaneeltandpasta. Moest het hebben. En dit is dus... Ik weet niet of het lekker is, want ik hou niet echt van zoete tandpasta. Maar mint... Roos, fleur d'orange, orange blossom. Orange blossom, roos en mint. Nou, en kaneel. Hoe leuk. Zal ik hem even openmaken? Oh, dat is wel echt heel klein, maar hoe mooi. Dit wil je dan dus niet gebruiken. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Wat fancy. Ja, 4 euro voor mini tandpasta. Maar hoe leuk. En deze. Het komt me wel bekend voor. Is dit van dat doosje met van die kaneelsnoepjes? Ik denk het. Oh, er zit fluoride in. Volgens mij is dat heel slecht voor je. Nou ja, ik vond het gewoon heel leuk om te proberen. Als je iets wilt weten, moet je het echt altijd zeggen. Want ik koop zoveel spullen dat het, ja, ik niet zo goed ben in reviews. Dit vond ik ook leuk, want vroeger gebruikte ik altijd Fudge Silver Shampoo. En mijn haarspray spul is bijna op. En dit is dus Fudge All Blonde 10-in-1 Conditioning Shield Mist. Ik dacht, laat ik die ook eens testen. Je kan echt helemaal losgaan daar, ook bij de beauty afdeling. Gelukkig kijk ik daar normaal nooit. En dit is volgens mij Korean skincare. Hoe kom ik maar dat het Korean is? Oh ja, made in Korea. Ik hoorde dat Korea dingen zo goed zijn. Ik weet niet of dit ook goed is, maar... Het ziet eruit als stroop, maar het is dus ook grotendeels natuurlijk. Dus ik dacht, laat ik die ook uittesten. Want het zag er zo leuk uit. 5 euro. Echt bananen. Oh, het voelt heel lekker. Het voelt heel lekker. Echt anders dan wat ik heb. Minerale olie. Deze is echt oprecht heel fijn. Het ziet eruit als van die kindertroep, maar dat is dus heel vaak bij Koreaanse skincare. Het voelt super lekker. Even serieus. Een van de lekkerste die ik ooit heb gehad qua hoe het voelt. En dit super mooie lampje. Ze had alweer van dit merk. Grappig. Heel vaak als ik iets mooi vind is het van dit merk. Ze hadden dus meerdere lampjes, maar deze vond ik echt het meest... chic om op te gaan hangen, want ik heb gisteren die pluggen gekocht, dus dan kan ik dingen ophangen. Oh, was het al? Huh? Oh ja, die spiegel ligt in mijn auto. Hoe kan het dat het dan zo duur was? Ja, ik had er nog 2 dingen. Een pyjamaatje. En dit ziet er dus, ik twijfel, want het ziet er niet super bijzonder uit. Wel heel schattig. Maar ik weet niet wat voor stofje dit is, maar het is zo'n lekker stofje. Ik heb het niet gepast. Het is van Laura Ashley, ik ken het niet.
Maar ik heb helemaal niet meer van die setjes. Want al die setjes van vroeger die zijn vet klein. En die liggen ergens in mijn berging. Dus ik heb dit niet. Een broekje met een topje. Dus ik heb deze lekker meegenomen. En waar ik heel blij mee ben. Ik had dus een nieuwe badjas nodig. Want zoals jullie wel kunnen zien. Die witte badjas waar ik steeds in loop. Ja, en het wordt heel vies. En die is veel te kort. Ik moest ook inzoomen. Want ik had gevlogd deze al gewoon mijn kont. En ik wil het liefst wit. Want dat vind ik altijd heel mooi. Maar die heeft ook snel vlekken. En toen zag ik deze. Van United Colors of Benetton. Ik weet dat mijn moeder kleedde mij vroeger volgens mij altijd heel vaak in dat merk. En hij was €40. Maar elke badjas die ik online zag van badstof katoen was ook zeker €40. Ik had er dus van de week ook eentje op bol.com besteld. En weer teruggestuurd. Want ik vond hem echt tegenvallen. En deze was dus ook nog in de sale bij de TK Maxx. Dus eerst was hij duurder. Maar ik vond deze dus echt hartstikke leuk. Hele mooie kleur roze met een beetje groen. Lekker lang. Dus die heb ik meegenomen en hier ga ik heel veel plezier van hebben, want ik ben echt een badjasliefhebber. En ik had vroeger heel veel badjassen, wend maar vast aan deze badjas trouwens, deze gaan jullie nog heel vaak zien. Ik had er vroeger altijd heel veel van dat zachte spulletje, weet je wel, van dat ja, vlies zoals ook een dekentje op je bank. Maar ik hou echt ervan na het douchen meteen een badjas aan te trekken. Ik ben er eigenlijk heel blij mee, ik vind de kleur waanzinnig. Beetje roze, heel klein beetje richting zalm, hele mooie brede kraag. Ik weet niet, is dit het teken van Benetton? Ik hoor nooit meer iets van dat merk. Perfecte maat, sluit mooi aan. Heerlijk lang. Nou, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dit is echt een top aankoop. En ik heb nog een spiegel gekocht. Zelfs als deze lijn. Maar dan zo, oei. Ik weet niet waar ik die ga doen. Maar ik heb nog een spiegel nodig waarin ik mijn lichaam kan zien. En ik hoop dat het met die kan. Maar ik ga hem niet hier hangen, dat is lelijk. Dus ik weet niet waar die dan komt. Misschien is het ook nog wel leuk om daar een spiegel te hangen. Wat denken jullie? Kan je daar wel hier uit de verte zo naar jezelf kijken. Maar ik weet niet of ik dat leuk vind. En hier, nee, want hier zit een lichtknopje. Maar ja, heel blij eigenlijk met mijn aankoopjes. Oh ja, ik heb nog meer. Door alle kleine prulletjes liep het wel een beetje op in de kosten. Maar dat is altijd zo. Ja, ik vind die babyspullen echt waanzinnig. Ik ga ze gewoon bewaren. Ja, waarom niet? Inpakpapier bij de Zeeman, lekker simpel. Morgen voor mijn tante heb ik maar gewoon gelijk gekocht. Ja, meestal zegt iedereen als ik met mijn kleutje aankom. Charlotte, waarom koop je dat nou? Wil ze niet, is veel te veel. Maar ik belde er gisteren en ze zei dat ze wilde dat ik wat uitkoos. Ik heb spekjes voor haar. En voor mezelf heb ik nog Ziploc tasjes. Want, hoe noem je dat? Bags. Die waren bijna op. Ik heb stoepkruid voor haar gekocht. Ik denk, ja, dat zijn gewoon lekker goedkoop. Als het niet leuk is, is het niet erg. Als het wel leuk vindt, is het leuk. Ik heb nog chilipoeder bij de Aldi. Bij de Action nog een doos met van die haakjes. Oh, sokken voor mezelf gekocht. Rollers in verband met alle kattenharen. Binbags voor het prullenbakje in de wc. En dan heb ik eventjes... Ja, ik wist dus niet dat er zoveel waren, maar ik dacht bij de kassa, laat maar. Oh, wat erg. Ik dacht dat ik er 3 had gepakt. 1, 2. Dit is niet typisch mij hoor, want ik let altijd heel goed op meestal. Maar ik had geen zin meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaarten. Helemaal gek geworden. Deze hebben ze al heel lang bij de Zeeman. Hallo. Dat deed pijn. Lotte die had die toen een keer mij gegeven. Maar soms heb je gewoon dat je denkt van oké, het is niet zo'n speciale gelegenheid dat ik een kaart van €4 wil gebruiken. Maar gewoon een goedkoper kaartje. En daar vind ik deze dan heel handig voor. En ze zijn alsnog heel leuk. En hetzelfde voor de cadeautasjes. Steeds dan had ik een niet heel bijzondere gelegenheid. En dan wilde ik toch iets geven. En dan vond ik het toch overdreven om zo'n cadeautas van €3 te gebruiken. Dus ik dacht, ik koop ook eventjes wat tasjes bij de Zeeman. Die ook gewoon super leuk zijn. 2 van die. En voor drank of iets hoogs. En nog deze voor mijn bonusdochter een keertje of zo. Dan doe ik ook het cadeautje voor mijn tante morgen ook gewoon in zo'n tasje. En ik zag deze super schattige stickers. Die ik ook niet kon laten liggen. Tadaa! Oh ja, en dit heb ik ook voor haar. Ja, misschien vindt ze dit wel helemaal leuk. Ik vond dit vroeger fantastisch. Qua denkwijze is ze net een klein kind. Dus dat klinkt lullig een klein kind. Maar ze is dus letterlijk als een klein kind. Dus dan moet je ook een beetje dat soort spulletje. Niet te veel, want vorig jaar kwam ik met een hele tas vol met kleurboeken en alles. En toen, 2 jaar geleden alweer. En toen leefde mijn oma nog. Dat was blijkbaar too much. Ik ben heel blij met mijn badjas. Ik ben wel benieuwd wat hij nou hier... Staat dat hij normaal 80 kost? En bij de TK Maxx was hij eerst... Maar dat kan ik nu niet zien.
Want ik geef een huisfeestje voor twee. Hij was eerst 50 bij de Dikke Max, dus ik ben blij met deze aankoop. Wilt je dit in als je ook tanned bent? Ik ga stuk. Ik zit heel leuk te zeggen. Oh, mineralenolie. Hier staat heel groot op. Oh, mineral oil. Volgens mij is mineralenolie juist heel slecht. En dat zit hierin. Maar hij voelt wel lekker. Oh, ik baal wel van de hulp, want ze heeft het echt niet goed gedaan. Sorry, we zijn met z'n tweeën. Ik zie echt, ga ik even zo over mijn badkamerkastje heen, want ik wist dat daar stof lag en ook nog een beetje van het klussen. Helemaal vol met stof nog en op de stenen van mijn douche waar mijn shampoo en zo op staan. Alle shampoo stond er nog op. Misschien heeft het verplaatsen helemaal vol nog. Gewoon niet gedaan. Terwijl ik zei nog, ken je wel, ze doe hi. Vind ik wel heel vervelend hoor. Ook, ik hou er ook niet van om dan te moeten zeggen van, ik ben niet tevreden, maar ik ga gewoon zeggen dat ze dan dat ik het toch niet nodig heb. Want ja, ik moet haar dus nog meer geld geven. Want ze wilde dus een uur langer. Ben ik nu gewoon 50 euro kwijt. En ja, heel eerlijk, ik zie niet echt wat er gebeurt behalve de ramen. Niet leuk. Nou, dit is de lip oil. Ziet er niet uit. Oh. In Zoetermeer had ik zo'n fijne hulp gevonden. Die haar nu nog heeft. Dit is heel prettig. Oh, ruik naar banaan. Ziet er echt crappy uit, vind ik. Maar heel lekker. Oh, dit is die Poolse. Heb ik Poolse volgers? Zo ja, wat staat hier allemaal? Heel lekker. Gaat denk ik wel heel snel van je lippen af. Dan de... Wat ziet het? Dit is allemaal wel echt... Dit is een heel goedkoop materiaal. Ja, ik moet het natuurlijk testen. Het is goedkoper dan een ritje naar Polen. Huh? Is het scrub? Ik had geen idee wat het was, want ik had geen pols. Oh nee, het is zwart. Sorry, ik heb geen make-up op. Wat is dit? Oh, dit is scrub. Ik denk dat het een klein beetje miskopen waren. Maar, nou, of niet. En dan nog deze. Ik vind het meer iets wat je vroeger kocht voor een euro en niet voor 4 euro. Het is echt zo goedkoop materiaal. Ik was gewoon te benieuwd. Ik weet niet of het op beeld overkomt, maar het voelt echt heel cheap. En dit is... Is dit gewoon vaseline, net als de balm van Monica? Dat vind ik ook net vaseline. Ja, dit ook. Nou ja, wel schattig. Ik gebruik het sowieso hoor, maar... Nou, het voelt wel lekker. Als ik geen YouTube-kanaal had, had ik die dingen niet gekocht hoor. Deze troepjes, dingetjes. Maar diep van binnen wilde ik het allemaal proberen en testen. Dus ik dacht ja. Omdat ik dus ook met jullie deel, heb ik soms, maak ik makkelijker een keuze om het te kopen. Want dan denk ik ja, dan kan ik het ook aan jullie laten zien. En jullie vinden dat ook leuk. Dus ik koop het niet alleen voor mezelf, maar ook om het te laten zien. Dit petje was trouwens 10 euro. En alle petten op de volwassen afdeling waren echt 30. De merkpetjes. Hoe? Dus dat is wel een tip. Kinderafdeling. En dit is dan de grootste maat. Voor 16 jaar of zo. Dus 14 tot 16 jaar. 58 centimeter. Nou, lekker pyjamaatje hoor. Dit is niet heel ideaal. Comfortabel. Maar het stofje is wel lekker zacht. Het stofje is wel heel lekker zacht. Dus ja, het is geen 10. Want dit gebeurt de hele tijd. Maar ja, wel chill. Goedemorgen mensen. Lekker licht. Het komt allemaal uit jouw kusje. Het is allemaal fur. Allemaal pluis van kusje. Ja. Ja. Een zonnetje, Poesie. Dit is een zonnetje. Kom op, ik heb een zonnetje.
moet je kijken. Echt niet normaal. Deze kwam dus het beste, had die vrouw toen gezegd van de trimsalon. Zo, de andere kant vindt ze lekkerder, maar dan verliest ze juist meer haar of zo. En I love my badjas. Love mijn badjas. Kan ik ook eindelijk gewoon. Zonder dat ik er half naakt wil. De robot staat de hele dag aan. Ja, het is heel irritant voor de vlog. Het wordt zo snel vies, dat is niet normaal. Echt niet normaal. Charlotte, geen risico lopen als je camera gaat vallen. Nu ga ik hier mijn glazen uitruimen. Hi. Hallo. Hoe leuk is die kleur van mijn badjas? Oh my god, het is echt geweldig. Jeetje, Mina. Wat is dit nou? Nee, ik maak geen grap. Het lukt me echt niet. Wasjes draaien. Die mand irriteert me. En het ligt de hele dag vol met grit, omdat ze er dus zo vaak in gaat. Dus ik moet toch maar een mat gaan neerleggen, hoe lelijk ik het ook vind. Hallo. It's me. Kaartje schrijven. In een makkelijk handschrift. Oh my god, ik haal van mijn badjas. Hij is zo mooi. Kijk hoe mooi die is. Prachtig. Heel lekker zit hij. Oké. 56. In blokletters. Dikke kus. Dat zei ik vroeger altijd op kaartjes. Tegenwoordig niet meer. Nu wel, blijkbaar ineens. Zet erbij je nichtje. Dat vindt ze leuk. Oh, deze stickers zijn echt super leuk. Wauw. Deze gaat ze echt mooi vinden. Zo, mooie stickers, hé? Gewoon keihard. Kijk hoe mooi. Vet mooie kwaliteit. Nou, schattig. Ik vind stickers altijd zo leuk dat ik ze niet wil gebruiken. Ken je dat? Nu denk ik echt, had ik er maar meer gekocht. Ik vind ze zo leuk. Als je van stickers houdt, is dit echt een tip. Ja, ik vind ze echt, echt fantastisch. Kijk hoe mooi. Ik vind ze allemaal zo leuk. Dit deed ik ook vroeger altijd. Ik weet niet waarom ik dit ineens allemaal doe. Misschien omdat ik weer bij Zumba ben geweest. Grapje. Oké. Nou. Leuk, leuk. De vraag is, ga ik nou die klei inpakken of niet? Ik dacht, misschien kan ik op de klei, want het zit er nu gewoon zo in. Ik denk dat dat prima is, maar misschien kan ik op de klei ook even stickertjes plakken. Ik vond de doos zo lelijk dat ik de doos eraf heb gehaald. En dit tasje is er perfect voor. Oranje. Oh, dat is ook een leukje. Maar net alleen deze geen gummy bear. Is toch schattig? En dan ga ik het vullen met spekjes. Geïnspireerd op Lotte. Ik had hem al opengemaakt om het te eten. Nou, ik denk dat ze het wel leuk vindt, want je moet dus niet te veel geven. Dan raakt ze helemaal overruled, overprikkeld. Had ik dus vorige keer. Dus dit vind ik dan weinig, maar dat is dus goed. Het kan wel dat ze helemaal overprikkeld raakt. Ik weet niet of je het overprikkeld noemt, maar door de spekjes. Kijk, zit dit er zo in. Kaart. Past ook. Nou, perfect. Perfect tasje hiervoor. Het is wel spek met een klein beetje suiker erop. Dat is niet zo handig, maar oké. Oh. Nou, sorry, maar ik vind dit dus een heel leuk cadeau. Het liefst wat hij tot vol gezeten, maar ik denk niet dat het haar wat kan schelen. Ik vind het heel leuk. Helemaal leuk. Ik weet niet hoe ze bij de cadeautjes gaat komen, maar goed, dat is ook alweer grappig. I love it. I love it. Ik had dit dus bij Lovies besteld, omdat ik eigenlijk gratis verzending wilde. Ik dacht, misschien is deze wel leuk, maar het ding is super wijd. Alleen dit is te kort. Ik weet niet. Nee. Nope. Deze vind ik wel heel leuk. Dit is ook de reden dat ik heb besteld. Een giletje. Ik heb hem even dicht, omdat ik er nu niks om aan heb. Maar ja, dan stuur ik die ander terug. En dan vervallen helaas de gratis verzendkosten. Sad. Nee, deze is leuk. Ik weet niet wat ik
Ja, dit is wel een leuk lookje, toch? Alleen dit blouseje is dus gekrompen in de droger. Ik heb er nog één. Die is wat groter. Maar die ben ik kwijt. En misschien ligt die in mijn auto, maar ik moet over een half uur opgehaald. Dus ik weet niet of het nou handig is om die nu te gaan zoeken. Deze is een beetje klein. Maar ik weet niet of ik het nou echt heel leuk vind. Het is wel veel stof. En als het blouseje dicht zou zitten en dan open. Nee. Ja, hoe combineer je zo'n giletje nou leuk? Ik vind het op zich al wel leuk hoor, maar... Het is irritant dat ik ook geen lange spiegel heb. Volgens mij is het wel leuk dit. Oh, hij lag gewoon in mijn kast. Ik heb hem gevonden. Kijk, deze is dus langer. Die andere, dat vond ik niet zo leuk. Die is veel te kort. Was hij al, maar door de droger is echt gekrompen. Dit is dus zeg maar, had ik toen vorig jaar van Monkey of zo, die ik ook in het beige had, weet je wel. Heel leuk blouseje, heel blij mee. Maar deze valt tenminste ook mooi. En dan is alsnog de vraag, is het leuk? Nou, ik ga even kijken. Want ik heb echt nog maar een half uur en ik ben nog lang niet klaar. Waarom ben ik altijd te laat? Omdat ik altijd... Als je een uur van tevoren je haar gaat wassen, ja. Mijn haar is nog nat. Ik heb het snel gefund, maar ik moet over 10 minuten weg. Ik dacht, ik ga maar beginnen, want ik wil wel zo'n mooie krul aan de onderkant. Dat vind ik gewoon zoveel verzorgder. Maar ik ga het dus niet redden. 10 minuten. Make-up doe ik wel in de auto. En mijn nichtje heeft net afgezegd, ze vroeg van de week van, zullen we drankjes doen? Zo, wat een rust, hè? Wat een rust. Ja, mijn nichtje wilde dus drankjes doen vanavond. Nou, we gaan dus bowlen en uit eten. En ik dacht vandaag, oh, ik moet echt even in de mood komen. Maar wel heel leuk, want we zien elkaar echt nooit. We wonen nu zo dicht bij elkaar. Zij woont letterlijk 2 treinhaltes hier vandaan in Amsterdam. En we spreken nooit af. Nou, we zien elkaar natuurlijk straks, maar ze zijn net af. Ze zei, ik ben te moe. Super jammer. Hey, kijk hoe chill. Ze hebben nieuwe woningschoenen. En minder lelijk en minder goor. We zijn op de bowlingbaan hoor, jongens. En ik heb dit aan. Ik heb vlogcontent nodig. Drankies. Oh, Mike, jij bent. Cheers. Als je goed weer. Lina heeft 5. Nu gaat het natuurlijk helemaal fout. Je bent veel schattiger, vind ik, getrimd. Nee, maar... Doe jij maar gelijk. Super irritant. Dat is ook een dankjewel. Dat is wel fijn. Deze is van het huis. Ze doen met van mijn tas. Lekker. Aan deze kant. Lekker, zeg. Gewoon lekker. Doodje, maar dat komt nog wel. We beginnen. En dan gaan we lekker... Proost, dat Inger moet beginnen. Gaan we met de klok mee. Proost. Inger, vertel eventjes. Cheers. Hoe is het met jou? Nou, schrijf op. Vertel. Nee, niet beginnen. Nou, dan ga ik beginnen. Mama heeft net voorgesteld dat iedereen aan tafel gaat vertellen hoe het met hem gaat. Hè? Gewoon in de groep. Nee, maar dan ga ik. Mijn cadeautje. Oh, dat wou ik ook net gaan doen. Nee, maar het is leuk als ze beginnen. Want dit past bij. Ja, dat past ook erbij. Mijn followers. Kijk hoe lekker. Ja, dat is. Nou, de helft. De helft, Tony. Waarom had je niet 2 tomaten? Ja, bij jongens. In plaats van. De spekjes waren geen succes, maar de rest wel. Hier kan je kunst van maken. Ik ben 30 jaar vanuit Nederland vertrokken. 30 jaar geleden vanuit de nieuwe bussen van weg. Weet je wat de cadeaus, hè? Als
meisje 56 wordt. Hoe oud ben jij? Ik ben 60. Ik ben de oudste. Oh, ik ben heel slecht in wijnproeven. Gewoon net een soep. Heel interessant. Doe maar een beetje interessant. Dank je wel. Luisteren. Ja. En dan roggelen. Hallo. En dan uitspitten eigenlijk, hè? Niet doen hoor. Interessant. Lekker? Interessant, maar dat is goed bij wijn. Als het interessant is. Ja. Hij heeft heel veel soorten smaken. Ja. Dan is het lekker. Hij heeft een hele lange naam. Ja. Ook best wel echt alcohol smaak, maar wel lekker. En je energy het ook wel lekker vindt. Maar als een wijn maar interessant smaakt, vind ik het lekker. Niet als het gewoon één vlakke alcoholbak is. Maar ik weet niet of jij dit lekker vindt. Hij smaakt echt wel aanwezig. Ik heb mooie shots. Ja, lekker. Ja? Heerlijk. Oh, sorry. Lekker koud. Nee, ik let er niet op. Maar ik vind hem in de afgrond. Hoe stopt dit? Ik vind hem zwaarder worden dan die andere. Ja, sterk. Hoe stopt dat? Waarom stopt hij niet? Maar Veneto wijnen zijn... Naar zee. Ik had dat handje van mama bij papa. Met... Hoe heet dat? Franklin? En je gaat zonder carbonara. Wat vind je pizza zijn? Carbonara is voor de blonde. Oh, veel pizza's. Wat is dit? Best zwaar. Ja, wauw! Tiramisu. Oh, so nice, the Dutch bread. Ik vertel dit van. Wil je een beetje van die ijs? Tetje. Ja, hij kan geen Nederland. Daddy. Daddy. Jan. Je bent zo schattig. Alles wat ik deze avond heb gevlogd moet ik eruit knippen. Wil je grappig kind zien? Met mijn munten. Ik wil niet op YouTube, hè? Ja, duh. Nee, ik meen het. Gast, dan kan ik niks van vanavond gebruiken. Nou, wel een beetje op de achtergrond. Als ik bij dat bowlen en zo, dat boeit me niet hoor. Maar niet zo? Niet, nee. Niet echt. Lekker dan. Ik heb de hele avond niks anders gefilmd dan Mike. En nu zegt ze, ik wil niet op YouTube. Zo vervelend. Wow, best groot kind al. Iemand is heel erg blij dat ik er weer ben. Je loopt de hele tijd achter me aan. Ze is sowieso echt al steeds meer gewend. Een knuffelkont. Knuffelkontje. Ja. Ik heb geen lenzen in, dus ik zie letterlijk niks. Het is 10:30 of zo, ik ben weer lekker thuis, meteen mijn kleren uitgetrokken. Ik moest dus nog mijn onderlaken in de droger doen. Ze zit er nu pas in, want ik was... Ja, tegenwoordig ga ik pas 12:30 slapen, maar ik ben best wel moe. Ik dacht, ah, ik ga lekker mijn bed in. En toen kwam ik thuis, dacht ik, oh nee. Toen mijn ouders me ophaalden, moest de was er nog 1:30 in, dus ik had geen tijd om het in de droger te doen. En toen dacht ik, ja, ik kan wel mijn eigen auto gaan. Want ze gingen eerst mijn tante ophalen. Maar ja, het was toch wat chill om mee te kunnen rijden. Dus nu moet het nog in de droger, het is zeiknat. En ik ga echt niet zonder onderlaken slapen. Dus... Oh ja, ik heb een spijkerbad gekocht. Ik zie echt niks, hè. Dit is echt bizar. Het was heel gezellig trouwens. Gelukkig met een klein groepje. Niemand had aanhang mee. Dus we waren gewoon lekker gezellig. Gebold. En dus bold, gebald. Uit eten geweest. En dat was zo leuk. Maar ja, ik heb iedereen dus een jaar geleden voor het laatst gezien. Nou, iedereen. Dus mijn tante, mijn nicht en zo. En ik heb dus twee nichtjes. Mike en Susanna. Die een paar jaar jonger zijn dan ik. We wonen allemaal in Amsterdam. Maar we spreken nooit af. Het is zo stom. Zo zonde. En we hebben het dus super gezellig met elkaar. En dan na zo'n avond denk je, laten we weer afspreken. Maar ik denk misschien dat we dit keer wel echt gaan afspreken. Nu woon ik ook in de buurt, weet je wel. Maar ja, het was heel leuk. Mijn moeder zei van, aangezien we met een klein groepje gaan zijn, zullen we even een rondje doen. Dat iedereen gewoon even vertelt hoe het gaat. Want we hebben elkaar zo lang niet gezien. En in plaats van dat we met groepjes zitten te praten, we zijn er met een klein groepje. Weet je, ik heb altijd herrie als ik film. Dus dat weer de wasmachine aan. Mijn kattenbak is hier. Zo, dus voor het eerst sinds week dat ik die deur dicht heb. Wat een rust. Maar de kattenbak zit daar natuurlijk, maar ze zit er nu niet in. Maar ja, dat je denkt, geforceerd. Maar het was helemaal niet geforceerd. Iedereen zei achteraf, wat een leuk idee. Want daardoor kon iedereen even vertellen hoe het gaat. Iedereen had echt wel veel te vertellen. Nou, de meesten hadden wel veel te vertellen. In ieder geval iets. En iedereen luisterde. En dan hoort iedereen het. En het was eigenlijk heel leuk. We hebben eigenlijk de hele avond dus met de hele groep zitten praten aan tafel. En dat was echt super. En mijn tante, ja, die had het super naar de zin. En dat is echt niet altijd zo. Dus heel leuk. Helemaal blij. En daarna nog naar het huis van mijn tante. Andere tante dus.
in mijn nieuw huis in Laren. Midden in de natuur. Hebben we nog lekker buiten gezeten. Munt tegendronken. Heel gezellig. En nu lekker voldaan weer thuis. Ik zit alleen maar te denken. Dus vitamine. Ik moet voor morgen content hebben. Want ik denk dat ik op dit moment pas op een half uur zit of zo voor mijn vlog. Of misschien 40 minuten. Ik heb volgens mij heel weinig materiaal. Dus ik ga morgen mijn balkonnetje even verder doen. Dingen ophangen. En ik ga misschien even iets lekker koken of zo. Om te filmen ook. Sporten, maar daar hebben jullie niks aan. Ja, jammer dat ik haar niet zie dit weekend. Ik mis hem wel op zich. En wow, het voelt lekker. Ja, ik heb dus een spijkermat gekocht. Ik twijfel al heel lang, maar ik zie er zoveel goede dingen over dat ik gisteravond dacht, die ga ik bestellen. Dus daar ga ik nu op liggen. Maar dat kan natuurlijk niet filmen, want je moet er naakt op liggen. Ja, dat heeft geen zin. Ik ga niet naakt op YouTube. Dat is niet precies het plan wat ik voor ogen heb met dit kanaal. Ik weet ook niet of dat nou echt voor meer views zal zorgen. Nou ja, waarschijnlijk wel, maar... Oké. Grapje. Pak even een watje met make-up remover. Huh? Oh. De afzuiging is nog aan. Het was dus zo'n typisch Siciliaans oud, zeg maar volgens oud recept en zo restaurant. Dus we hadden bijvoorbeeld bruschetta. En dat vind ik dan altijd super lekker. Maar het was echt gewoon letterlijk een geroosterd broodje. Het was wel goed brood. Met tomaat erop. Dus helemaal geen knoflook of zout of peperproefding. Of olijfolie. Heel basic. En de... ik had een pizza met burrata erop. Zien jullie mij überhaupt? Nee. Hè? Nou, ik had een pizza met burrata. En die... Oliver had het ook. En die burrata vonden we dus echt niet lekker. Het smaakte echt naar rauwe melk. Dus ik denk, ja, waarschijnlijk is het dus een hele goede, hele verse burrata. Want ik weet dat de burrata uit de supermarkt is niet eens goede burrata. Dat weet ik. Maar dat is dus wel de burrata die ik heel lekker vind. Dat vond ik niet heel lekker. En ik vond de pizza, het deeg vond ik dus heerlijk. Oh my god, ik heb helemaal bloed op mijn wang. Ja, dat zie ik dus niet omdat ik geen bril op heb. Ik voel trouwens heel erg mijn kuiten en mijn voeten van Zumba nog steeds. Dat geeft wel aan hoe weinig ik loop en zo. Ik heb bloed op mijn wang de hele tijd, chill. Kijk, ik heb hier dus een spijkermat. Dat gaat denk ik echt heel veel pijn doen de eerste keer. Maar ik wil het wel. Ik geloof er echt in. Ik kan nog lang niet slapen. Auw, die dingen zijn echt super hard. Ja, nu voel je natuurlijk niks. Maar hoe voelt het bijvoorbeeld in je nek? Auw! Oh, het zijn echt spijkers. Ja, logisch. Zo'n stukje. Ik probeerde dus op te gaan, bloed, op te gaan liggen, maar ik vind de pijn niet eens zo erg. Maar het voelt alsof je hele lichaam heet wordt in één keer. Het is echt heel heftig. Oh, het is heftiger dan ik had verwacht. Auw! Ah! Auw! Ik weet dat het hoort, ik moet niet stoppen, maar het voelt alsof mijn hele lichaam in de fik staat. Alsof iemand vuur op mijn lichaam stopt. Hoe kan dat? Ik heb ook nog een heftige, want ik heb de eco-versie. Met kokosvezel en linnen of zo. En dat schijnt nog heftiger te zijn. Ik moet even dit bloed eraf halen. Ik weet niet hoe ik hier aan kom. Ik zit te krabben. Maar, eeuw. Ik moet doorzetten. Auw. Oh my god. Auw. Ik moet even doorzetten. Auw, dat fikgevoel is echt niet lekker. Auw. Ah. Nee, het voelt gewoon niet goed. Auw. Hoort dat? Ja, het hoort, hè. Ik doe even mijn camera uit en ik kan me even concentreren op de pijn. Steeds er maar een beetje op gaan liggen heeft ook geen zin. Nou, ik lig er nu dus even helemaal met mijn benen en zo op. En met mijn hoofd. Om even te wennen, want ik vind het te heftig. Maar dit doet ook al heel veel pijn, hoor. Ik vind dit ook al niet echt heel aangenaam. Een soort spijkers in mijn hersenen. Ik vind het heftiger dan ik had verwacht. Mijn benen voelen ook alsof ze in de fik staan. En het ligt er al 5 minuten op en het wordt niet minder eigenlijk. Maar ik vind het wel heel interessant. Dus ik ga het wel echt blijven proberen. Vaak als ik iets wil is het dan moeilijk vol te houden of zo. Maar dit is wel vol te houden. Maar het gelukkige gevoel komt niet hoor. Maar ik geloof er wel heel erg in dus. Wow, ik denk 20 minuten later.
Ik weet niet of je het aan me ziet, maar ik heb het ervaren. Ik ben helemaal chill. Ik ben half soort stoned. Shirtje aangaan, want de pijn was te erg. Oh, en nu voelde ik het vooral net het stukje bij mijn onderrug / bovenbil. Ook al zat er ook een shirt onder. Daar deed het meeste pijn. En met mijn hoofd heb ik dan wel zonder iets onder, dus erop gelegen. En ik heb het ook nog op mijn voeten gedaan. Met deze. En nog een stukje op mijn been, terwijl ik hierop lag met mijn shirt. Maar het wendde dus wel. Zonder shirt niet. Dat lukte me echt nog niet. Ik heb meditatiemuziek aangezet. Ik word helemaal chill. Dat ik juist voor iemand met ADHD. Zeg ze ook. Is het heel goed, maar wow. Helemaal relaxed. Ik maak geen grap. Na één keer al. Oh, ik ben echt benieuwd wat dit voor me gaat doen. Kijk, ik was natuurlijk al een beetje moe. Maar ik kwam helemaal tot rust. Zie je het aan mijn ogen? Ik had ook helemaal geen zin om op mijn telefoon te zitten of zo. Oh, wat heerlijk. Echt heel chill. Zo. Alsof je een jointje aan het roken bent of zo. Hallo jongens. Stinkt niet. Stinkt gewoon echt niet. Ik heb het heel erg vastgemaakt. Oké. Oh. Wow, veel. Holy moly. Ik had deze superleuke mandjes bij de Quantum besteld. Ik had er 3. Ideaal, er zit ook een verbinding met een tie wrap in. Nou, bij mij kan dat niet, want er is niks waar je een tie wrap aan vast kan maken. Maar dat is dus heel slim bedacht. En ook een tie wrap erbij. Maar wat er dus ook bij zit, ja, ik ken het niet. Kijk. Dit zorgt er dus voor. Eww, een haar. Dat je op zijn langs, ik zet hem op zijn langs. Dat je dus daardoor die steun hebt als het dus, want dit handvat is natuurlijk heel breed en daardoor hangt hij heel mooi recht. Het is echt perfect. En ik wilde hem eerst bij mijn raam hangen aan het Frans balkon. Ik dacht dat het super leuk, dat zag ik ook bij de buurvrouw, maar toen dacht ik, oh ja, ik heb nu een hoor. Moesie heeft er net aan lopen likken, want dit is natuurlijk plastic, vindt ze helemaal lekker. Lekker goor. Kijk, daar zit nu een hoor. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dat open, maar dan moet ik de bank even naar achter schuiven. Plus, als ik dat open doe, gaat de hoor eruit. Dus dat is niet ideaal. Dus ik heb er nu daar gehangen. Dus ik ga die andere 2 er ook bij hangen. Kijk, ja, misschien niet zo alle 3 naast elkaar, maar... Nou, ik vind ze echt super leuk. Even kijken wat ik erin ga doen. Eigenlijk wat ik van mijn schoonmoeder heb gekregen, vind ik eigenlijk zonde van de ruimte die het inneemt op mijn terras. Maar het doet het wel goed. Zelfs de bosuit die ik erin heb gestoken, hilarisch. Ja, het doet het wel goed. Dus om dat er nou uit te gaan halen, is ook niet zo handig, denk ik. Maar op zich staat het hier prima. Maar ja, die tafel zou er ook... Het neemt wel eigenlijk te veel ruimte in. Deze heb ik ook bij de Quantum gekocht. Kijk hoe leuk. Echt wel een mooie ook. Maar ja, ik heb dus nog super veel dingen hier. Die heb ik ook bij de Quantum gekocht. Ook heel leuk. Wat alleen heel jammer is, is dat mijn solarlampjes het nu al niet meer doen. En ik weet niet waarom. En ik had juist nieuwe gekocht ook toen bij de Karwei maandag volgens mij. Of vorige week zondag.
Dus, en die zijn best duur, dus dat vind ik niet zo leuk. Ja, dit moet ik ook nog ergens kwijt. Ik dacht, ja, als het vandaag nou lekker weer was, had ik helemaal zin gehad. Deze thuis en dus van Action. Deze is heel leuk, want door het patroontje erin geeft we dus, als het lichtje aangaat in het donker, heel mooi resultaat. Dus echt heel leuk. En ja, parasol heb ik dus nog niet echt gevonden. Ik vind het misschien wel zo te druk bij elkaar. Ja, en ik heb dus nog die haakjes gekocht. De bloemen vielen helemaal uit, dus die ga ik wegdoen. Deze. Het is al 12:15 en ik wil ook nog naar de sportschool en zo. Dus ik weet niet precies wat mijn schema vandaag wordt. Ik heb dus ziek pijn van het bowlen, omdat ik dus verkeerd gooi. Ik bowl dus zo. En dan gooi ik hem zo, woep. En ik had steeds de lichtste bal, die had hele kleine gaatjes. Dus eigenlijk continu viel die van mijn vinger af, maar ik was zo... Dus zo chak en dan krrr. Dus het doet oprecht. Het voelt gewoon bijna gekneusd. Ik stel me niet aan. Het doet heel veel pijn. Gisteren al, maar ik was zo fanatiek dat ik het... Auw. Ik moest door. Ik heb gedoucht. Ik ga even mijn haar kammen. En dan ga ik naar de sportschool. Want die gaat over een uur alweer dicht. Het leuke aan Nederland is dat je daar zelfs in eind mei, bijna juni nog een winterjas aan kan. Wel van Nederland. Right. Let's go, mijn favoriete apparaat. Ik doe 20 en 20. Ah, het is vandaag best wel warm. Ik heb echt heel hard getraind, maar ik had eigenlijk net iets te kort. Het was iets te veel stressen, maar goed. Ik wil even naar een... Ik moet zeggen, ik heb niet heel erg de behoefte om per se nog ergens heen te gaan, maar... Ik heb het gevoel dat mijn vlog anders te saai is en... Ja, ik vind het ook wel leuk. Dus ik dacht, ik ga even naar een tuincentrum. En ik had dit dus bij de Quantum gekocht. Dat is zo'n opbergboek. Superleuk. Dus ik had hem even neergezet op mijn tv-meubel, maar hij heeft een beschadiging, dus daarom wil ik hem al niet. En toen dacht ik, ja, dan kan ik hem maar beter helemaal terugbrengen, want wat moet je ermee? Want als je hem rechtop zet, ja, wat ga ik er nou in doen? Ik ga even googlen naar welk tuincentrum ik ga, in de buurt van een Quantum of zo, en dan neem ik jullie mee. Echt super bezweet van krachttraining ineens. Ik ga naar tuincentrum Osdorp, want... En ik zie dat ze er ook zijde bloemen hebben en dat het leuk is. Het is wel 23 minuten rijden, terwijl je hebt ook om een kwartier rijden, maar ja. Ik hoop dat het gratis parkeren is trouwens. Mijn tuincentrum wel, toch? En ik hoorde laatst in de karwei, zei die vrouw die daar werkt. Oh, ga eens naar tuincentrum Osdorp. Daar hebben ze zoveel, dus nou, even leuk, toch? Voor de content en voor moi. We hebben voor dag uitgekozen. Het is een heel feest hier gaande. Daar gaan we dan. Maar ik wil eigenlijk het liefst plantjes waar je ook wat aan hebt. Niet alleen voor de sier. Ik dacht dus net bij mezelf, oké, ik ga eerst naar de tuinafdeling. Ik ben in een tuincentrum, dus alles is tuin. Super snugger. Heb je niks, maar deze vind ik wel heel schattig. Omdat ze ook heel klein zijn, dus die neem ik wel mee. Ik heb hem toch weggedaan, want kijk, ik wil dit. Ik wil lekker kruiden hebben. Ik wil gewoon allemaal dingen waar je echt wat mee kan, weet je wel? Oh my god, echinacea. Dit slik ik voor mijn weerstand. Kan je hier ook gewoon thee of zo van maken? Dat zou tof zijn. Dat weet ik niet. Oh, daar komen vlinders op af. Dat is ook wel leuk, zeg. Maar ik heb niet zoveel plek, dus ik moet even gericht keuzes maken. Hier tijm vind ik ook wel. Veldsalie. Gewone margriet. Want dat staat hier. Bijzonder soort in een vierkante zilveren pot. Plus 15 euro. Inheemse soorten. Oh. Ik ken het allemaal niet, joh. Oh, bosaardbei. Ja, ik vind aardbei toch te kwetsbaar. Voordat je resultaat boekt ermee. Grote kaardebol. Huh? Ik zie echt volgens mij hier veel meer dan bij de intratuin. Ja, hier werd ik vorig jaar natuurlijk helemaal dol. Met heel, hebben we allemaal fruitbomen gekocht. Maar dat ga ik hier echt nu niet aan beginnen hoor. Maar als je dit ziet, dan denk je toch, oh my god, ik wil dit. Het is een wereld voor me open. Je hebt dus mojito mint. Ananas mint. Chocolade mint. Basilicum mint. Echt van alles. En hier staat bijvoorbeeld lekker in vanille-ijs. Oh my god, er zijn hier allemaal bijen. Hoe komen die hier dan? Zien jullie ze? Hier zit er ook een. Oh. Het zit helemaal vol met bijen hier, wat cute. Oh, welke plant is dit? Ik hoef geen bijen op mijn terras, maar ik vind het wel schattig. Ik zweer dat dit exact degene is die ik van de Action heb. En daar is hij een paar euro en hier is hij 20. Dus dat soort dingen koop ik hier meestal niet. Kijk hoeveel aardbeien hier al aan zitten. Dit zou ik wel kunnen kopen. Met zo'n pot. Kijk hoe goed hij het doet. Hier. Eeuw, iemand heeft een aardbei gegeten en daar gewoon het kontje gelegd. We hebben echt waanzinnig veel spullen. Haha, kijk, hier kwam ik onder andere voor. Allemaal bloemen. Ik denk dat ik hier wel moet kunnen slagen. Kijk dat. Het is
wel heel duur hoor. Op internet is het wel goedkoper. Ik denk dat ik toch niet hier ga slagen. Wacht, ik zit met allemaal mensen te praten. Die helemaal, oh, mooi zeg, mooi zeg. Maar ja, uiteindelijk is het goedkoper dan bloemen kopen. Ik twijfel over deze, want ik vind hem heel mooi. Maar ik ken geen één bloem die er zo uitziet. Echt moet ik zo even een vaas zoeken en het erin zetten en kijken hoe het staat. Vind ik het dan toch weer minder mooi. Want mijn vaas is nog breder en nog lager. Ja, ik kan natuurlijk ook een andere vaas kopen, maar ja, zo bij ook. Ja, ik vind het dan toch minder mooi zo. Zo'n beeldboeket, niet te veel, en dan dit soort grotere er een beetje uit laten. Ik hou op zich wel van dat beeldboeket vibeje. Nog bij, kijk, ik twijfel over deze, want ik vind deze dus best wel realistisch en leuk. Alleen hij is eigenlijk iets donkerder roze dan waar ik van hou. En hij is net lang, maar hij flirt het boeket wel op. En dat veel van jullie zouden zeggen, ja, neem hem. Kijk, zonder die vind ik het nog te saai. Maar ik twijfel of dit de juiste is. Ik vind het ook leuk als ze allemaal een beetje even lang zijn. En niet te lang. Zodat het wat mooier bij elkaar blijft staan. En ik zie nu pas dat ik deze 3 keer heb gepakt. Dus blijkbaar vind ik die heel mooi. Maar oh, en ook in het wit. Maar ja, ik weet niet of ik nou ook dubbele moet nemen. Misschien kan hij er wel 2 keer bij. Maar 3 keer zo overdreven. Die witte heb ik ook 2 keer. Dat wil ik allemaal verschillende. Dit is hem geworden, maar ik twijfel te erg, dus ik ga hem niet nemen. En nu gaat de winkel dicht, dan heb ik alleen maar dit gedaan. Zodat... Nou, als je single bent en je zoekt een leuke vent, dan moet je hierheen gaan. Met een barbecue festival, echt 1000 mannen. Wel een super gezellig sfeertje, zeg. Ik zoek geen vent. Hallo, ha! Hey, Chicky. Hey. Ben er voor jou thuis gekomen, Poesje? Alleen voor jou, omdat ik jou zo lief vind. Ja, je bent zo zielig en lief. Oké, ik heb heel veel honger, dus ik heb eten besteld. Lekker India's. Lekker raita en naan. En ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Bakjes zijn heel leuk, maar niet genoeg voor wat ik heb gekocht. Ik heb dus een aardbeienplant. Ik kan hem ophangen. Dus ervan uitgaan dat dat hier kan. Maar ik vind het wel heftig zo zwaar hoor. Dus ik weet eigenlijk niet zeker of ik hem kan ophangen. Maar het zag er zo mooi uit. Hi baby. Hallo lieveling. Wat ben je ontzettend goed aan het wennen aan het huis. Wat ben je toch lief aan het zijn de hele tijd. Ze wordt steeds liever weer. Knuffeliger. Ja, ik vond ze er gewoon waanzinnig uitzien. Volgens mij waren ze 9 euro. En ik heb expres eentje gekozen waar al wel dus veel aardbeien aan zitten, maar nog niet rood. Wat een herrie. Maar hoe ga ik er nou voor zorgen dat hij blijft leven? Dat weet ik nog niet. Maar ja, misschien kan ik hem ook wel tot hier hangen. Maar ik ben heel erg bang dat die aardbeien er afvallen. Want net verloor ik ook al wat aardbeien. Ik ga even die kussens erop leggen, want het ging regenen. Even outfit changer, dat is zo lekker, zo'n wijd t-shirt. Oké, wat ik nog meer heb gekocht, hij was trouwens 13 euro. Zo, dit zat er omheen. 2 keer daags water geven, dat is wel veel. Lichte, zonnige plaats, dat kan. Regelmatig voeding geven, ai. Hij zit toch al in een goede pot, lijkt me, of niet? Niet voor niks dat je zo'n hangpot erbij krijgt. Toen ik naar buiten kwam, toen waren de mensen van het fruit... De laatste fruit aan het verkopen. Oh, ik zie nu pas dat ze schimmel hebben. Chill. Het is echt hele dozen mango's en zo. Maar ik zei, wat moet ik ermee? Deze aardbeien waren niet per se goedkoop. Maar ik heb een doos aardbeien. Lekker toepasselijk voor 3 euro. Maar wel lekker echt verse aardbeien. Dus ik heb allemaal vijgen. Maar deze is beschimmeld. En ik zag dus ook dragonfruit. Maar die was ook al helemaal aan het beschimmelen. Maar ja, daarvan eet je toch de binnenkant. Van vijgen eet ik ook altijd de buitenkant. Dus daar had ik iets beter naar moeten kijken. Zou ik eigenlijk nu een soort van jam van moeten maken of zo?
Ik mocht een hele bak met deze tomaten meenemen. Wat ik eigenlijk moeten doen. Zien jullie überhaupt iets? Want ik mocht echt voor een hele goedkope prijs die hele bak. Maar ze waren zo rijp dat ik dacht, ja, het komt niet op. Dus ik heb er nu 2 voor €2. Alsnog iets goedkoper dan normaal. En dan heb ik voor €2 3 van deze dragonfruits die bijna helemaal aan het schimmelen zijn ook. Jeetje, je ziet volgens mij helemaal niks. Het tegenlicht. Ah. Dragonfruits. Oh, ze zijn echt heel rijp. Oh. Dus misschien moet ik die allemaal even van hun schil gaan ontdoen. En het vast even een stukje snijden over die vijgen of zo. Ik heb dan nog een plant gekozen waar ook nog een paar groene aan zitten. Er stond gewoon helemaal vol met zulke planten die al helemaal klaar zijn. Maar ik dacht dus, ja, dit bewijst dan wel dat hij het gaat doen. Maar misschien geven zij het heel veel voeding of zo. Ik weet het niet. Maar dit maatje moet kunnen op mijn balkon. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. Dit zijn dus... Oh, ik had het verkeerde. Grapje. Zo typisch. Dan sta ik daar dus echt super lang. En dan denk ik, oké, niet de red pepper, maar de snack red pepper. Dus de snack paprika's. En nu heb ik dus normale paprika's gekocht. Maar die lijken me veel lastiger. Ik heb echt 1000 planten vastgehouden. Van wat is de beste? Dan heb ik uiteindelijk de verkeerde. Oké, dan had je dus 5 van die kruidenplantjes voor een bepaald bedrag. Ik heb de Marokkaanse munt. Daarvan wilde ik ze dus hier doen. Wel uit die pot hoor, maar ik dacht dat kan dus leuk hierin. Marokkaanse munt. Normale basilicum. Nou, deze bakken vind ik dus wel ideaal, dus misschien ga ik er hier wel gewoon heel veel van halen. Maar ik moet ook niet overdrijven. Het is dan volgens mij... Oh ja, maggieplant. Nog nooit gehad. Superleuk. En wat handig is hier aan is dat het ook niet lekt boven mijn meubel, want er zit hier nog een stuk goot. Dus als er iets van water lekt, of als je het gaat gieten, dan valt het gewoon daar. Dus dat is top. En dan heb ik nog chocolademunt, want dat vond ik te interessant. Echte basilicum. Je hebt heel veel soorten basilicum. En dan missen we er natuurlijk één, want ik heb er 5. Oh ja, nou ja. Oh nee, want ik heb nog allemaal eetbare bloemenzaadjes gekocht. 3 zakjes. Zwitserse reuzenviool. Aalsmeerse reuzenviool. Trimardo, dit is allemaal eetbaar. Ook al staat hier alleen een eetplaatje op, dus allemaal eetbaar. Dus die ga ik zaaien. Dat heb ik in Zoetermeer ook altijd gedaan. Dat was wel heel leuk. En sad van deze tomaat. En dan heb ik dus nog tomatenplant. Maar die moeten niet in die kleine bakjes. Dus even kijken wat ik met die 2 ga doen. Maar ik vond dat ik hem nog redelijk heb ingehouden. Maar deze zijn echt niet normaal lekker. Maar ja, die kan je nu al allemaal gaan eten. Maar ik wil natuurlijk dat ze daarna ook blijven groeien. Anders is het een beetje duur. Kan je beter een bakje tomaatjes kopen. Maar oké, lekker chaos hier nu. Ik heb geen aarde gekocht, dus ik kan deze nu niet zaaien. In mijn hoofd dacht ik even dat het witte dragonfruit was, maar het is rode. Paarse. Paarse. Ik ga ze even snijden, want ze zijn nu gewoon nog helemaal goed. Maar ik heb geen zin in zo'n beschimmelde buitenkant. Het is heel makkelijker uit te wippen, maar je moet echt oppassen met die vlekken. Ze zijn zo klein, ik heb nog nooit zulke kleine gezien. Ik ga ze niet snijden, denk ik. Gewoon even zo. Kijk, er komt heel veel kleurstof vanaf. Het geeft echt heel erg vlekken. Even een drupje geeft je hele fruit bowl al een kleurtje. Ik zou het ook kunnen invriezen. Ja, ik ga het gewoon denk ik invriezen. Waarom niet? Ook een leuk experimentje. Fun fact, er past niks meer in mijn vriezer. Dan ga ik nu dus eten bestellen. Maar ik had er zoveel zin in om even niet te koken. Maar ik moet echt heel veel uit mijn vriezer gaan eten. Ik ben lekker aan het hamsteren dat ik allemaal eten in mijn vriezer heb. Maar ik moet natuurlijk wel ook opeten. Om. Ik liet hem vallen. Ik ben nu bijna mijn hele voorraad tomaten verloren. Zonde. Wel mooi hè. Ik kan ze dus ook zo hangen. Dan heb je dus meer ruimte aan de buitenkant van je terras. Maar ja... Het is niet per se mooier of praktischer. Hoe niet heel handig is, het is niet dat je hier heel lekker kunt gaan rommelen met aarde of zo. Want het gaat allemaal tussen die tegels vallen. Het is niet dat je echt buiten bent. En dat het gewoon maar wegwaait of zo. Ik vind het echt esthetisch mooi. Maar nee, als ik hier ga klooien met aarde, moet het wel echt netjes houden hier. Het valt er allemaal tussen. En niemand gaat dit ooit meer omhoog halen. Komt het makkelijk los? Ik hoop het weer een tomaat. In ieder geval heel goed vochtig. Come on. Ah. Oh shit. Oh, ik ben zo'n goede tuinierder. Dit
doet me denken aan vroeger als je een danoontje in de vriezer ging doen en dan ging wachten tot... Wow, hoeveel wortels, joh. Ik weet dus niet. Laat het vooral weten of dit genoeg ruimte is wat ik nu geef. Omdat je zo'n danoontje eruit probeerde te krijgen. Het is sowieso niet helemaal gevuld nu. Er is meer aarde nog nodig. Maar ik had niet echt zin om van die... Eigenlijk ben ik vergeten om van die zakken potgrond te kopen. Ja, ik weet niet of ik het nou los moet gaan trekken, de worteltjes. En soms zie je toch dat ze dit dan in sliertjes los gaan trekken als stekje. En dan weer helemaal opnieuw beginnen. Misschien moet ik dat doen. Laat het maar alsjeblieft even weten. Ik weet dat ik het ook kan googlen. Maar dat je dus deze lostrekt en verdeelt over die hele bak met aarde bijvoorbeeld. En mijn schoonmoeder weet het allemaal. Ex-schoonmoeder. Ik ben alleen maar bezig met die kussens eens naar binnen te doen. Nou, nu ga ik dus echt niet meer verder op mijn balkon. Zieken vind ik het niet erg, want ik had geen zin. Ah. Plantjes vangen daar natuurlijk wel heel veel wind en regen. Die hangen daar wat veiliger. Nou, ik weet niet wat de titel van deze vlog wordt. Ik kan niet echt zeggen iets met mijn balkon. Oh my god, onweer. Jeetje, Nederland is zo gestoord. Ik weet echt niet wat hij wil, Nederland. Oké, jongens, ik moet slapen, want het is bijna 11:30. Ik heb bijna 3 kwartier op die spijkermat gelegen. Bovenlichaam en onderlichaam. Ik vind het een heel interessant ding. Ik zal je de volgende week alweer meer vertellen daarover. Mocht je het leuk vinden. Ik ga de vlog nu afsluiten. Heel erg bedankt dat veel van jullie veel meer hebben gereageerd. Ik heb alleen ontdekt dat liken ook echt belangrijk is. Want er gebeurde echt niks met de views. En dan zie ik dat mensen dus wel reageren, maar niet liken. Dus ik denk dat het een combi is. En misschien werkt het allemaal niet. Volgens mij wel. Het moet werken. Maar ik denk dat die likes er ook gewoon bij moeten. En sowieso, zonder reacties vind ik het echt heel saai om te vloggen. Dus die reacties vind ik heel leuk. En ik reageer op alles. Dus reageer vooral en like vooral nu. Op dit moment, als je nu kijkt, like even. Daar kijken sowieso 10.000 mensen. 200 likes is dan best weinig. Dus bedankt jongens. Boezie gaat lekker slapen. Ik ga slapen. En ik zie jullie volgende week. Mwah.